Yo mensen, deze nieuwe video wordt mede mogelijk gemaakt door Kingdom at War. Kingdom at War is een gratis te spelen mono game waarbij je in de hemel moet worden, waarbij je tegen andere PvP'ers players speelt en je de dominantie moet worden in je eigen koninkrijk. Om mij hierbij te helpen, moet je de game downloaden, je moet jezelf registreren en downloaden, maar je moet ook je registreren in je mail, dus dat je mail en je klikt registreren, dubbel registreren. Als je dat gedaan hebt, dan help je mij, als je dat gedaan hebt, dan hoop je in de game. Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van mij, Hans de Best. En vandaag hebben we een nieuwe aflevering van Rocket League. Het is gewoon 3 tegen 3 en ik hoop dat we een goede score kunnen gaan neerzetten. Come on. Nog af. Zoals je ziet speel ik ook met de nieuwe de Jurassic Park Jeep. Dacht je, ja, is wel leuk. Jammer. Jezus, waar gaat die nou? Ja, lekker bezig teammates. Zo, ik heb hem een klein beetje uit kunnen leven, maar laat hem nou ook. Nice teammate. Goed zo, voor heb ik mee te geven. Oké, het was het bedoel om de bal te raken, maar teammate, wat doe je nou weer? Hey, als score, succes mee. Heb ik echt, hè, als ze me weg gaan beuken met teammates, dan denk ik, ja, je ziet me net als tegenstander scoort. Dan geef ze ook gelijk op. Hè. Ah, jammer. Nice. Ja, jammer. Nou, ik hoop dat ik als eerste ben, of ga ik niet, maar... Jammer teammate. Ik kon hem er overheen wippen, maar... Ja, nee, niemand die hem erin kan schieten. Ja, die kwam heel lang. Ah, jammer. Dat was heel jammer. Ik had wel een redelijk mooie aanval opgezet, maar mocht niet baden. Want een teammate heb van 3 keer niks. Mooi. Oh. Waarom die meids? Ja, ik gooit hem gewoon ervoor en ja, ik had hij heel misschien kunnen houden, maar... Nou, dat heb ik veel meer gemaakt.
Oké. Goed weggedaan. Waarom stuurt? Ik stuur er gewoon maar te laat. Zo. Wat? Ja, een dag. Zo, dat is mooi. Even een boost pakken. Kunnen we door. Zo, overheen, leuk. Jammer. Het team stond wel weer alleen voor. En de... Ja. Ik word moe van mijn teammates af en toe, hè? Hier, hadden we hem gewoon kunnen houden, maar nu. Af en toe is de kwaliteit van je medespelers echt top. En die zijn hartstikke goed. En kunnen ze gewoon van die fantastische doelpunten maken en dan zit je echt zo van... Dan speel ik dit. Nee. Jammer dat we verloren hebben, maar het lag een klein beetje aan onze teammates. Eigenlijk heel veel, maar maakt niet uit. Ik zie jullie zo bij het volgende potje. Yo mensen, welkom bij het tweede potje van vandaag. Ik hoop dat het potje beter gaat lukken, dat we zien. Het kan onze teammates een beetje vliegen. Ja, lekker bezig. Oh, ja, teammate. Jezus. Oké, dat zo. Die is gelanceerd. Ja. Nice. Net het doelpunt. Ik hoop dat we deze score kunnen uitbouwen. Vast wel. Lelijk? Jammer. En ja, ik had helemaal geen boost of zoiets. Ik had vrij weinig kunnen doen om het te komen. Dat is eigenlijk wel jammer. Oh, ik. Niemand is achteren. Hij wel. 1 kilometer. Nou, ja, daar komt niks mee. Misschien als ik iets meer gas had gegeven, maar... Dan was er ook een mogelijk of een waarschijnlijke % kans geweest dat ik met mijn doel dat had geramd. Dus ja, we moeten nou weer... nu wij weer, hè? Oh. Ik heb gescoord. Oké. Hoe dan? Oh, eigen doelpunt. Maar alsnog, nice. Doelpunten. Nou.
dan wij nog een keer. Gewoon even die 3-2 maken. Even voor uitbouwen. Dat was mooi over twee man heen. Gewift. Daar kom ik niks mee. No. Ja. Yeah. Ik had hem blijkbaar al een keer gezien. Ja. Huh. Yeah. Dat was een tricky one. Nee. Nu doen wij weer. Hopelijk. Hij geeft hem al redelijk goed voor. Waar zijn onze teammates? Blijft hij achter? Oh, nee, hij doet wel weer mee. Ik had hem ondertussen nog vast nog. Jammer. Jezus. Dat was zo'n lucky doelpunt. Maar ik duw hem hier volledig tegen de muur aan. Dat doet die bal. Blijf. Doorrollen. Ja. Schijn, we kunnen het nog wel winnen. Alleen moeten we gewoon dan veel meer gaan aanvallen. En dan... Deze manier gaat niet lukken. Hoe de hel kan hij er nog zo voor staan? Jezus. Oh. Ja, ik hoop dat hij nog een voorgeeft iets. Ja, doelpunt. Oh nee, net niet. Maar... Ik kan wel alles gaan geven, maar dat gaat niet meer. Hier. Ik score met een man. Come on. Ja. Nee, ja, grappig game. Ik geef, ik schiet hem weg en dan komt hij gelijk. We hebben weer in de context. Hier. Ja, waar is hem dan? Hoe kan ik hem nog ooit wegwerken? Als ik hem wegwerk en... Het heeft geen meerwaarde. Ja, natuurlijk hebben ze daar.
Nou, dat was net iets fout gegaan met de audio, met het laatste stukje, maar maakt niet uit. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Hans de Best. Abonneer, reageer en like zeker. En dan zie ik jullie bij de volgende video van Hans de Best. Bye mensen.